Ja, ik heb heel even wat tegen jullie kwijt. En dat is... Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben altijd lekker gedoucht. En ik ga denk ik heel veel dingen schoonmaken vandaag alweer. Daar ben ik gewoon heel veel mee bezig, want het is zo belangrijk. Wat ik al zei. En ja. Ik ben al de laatste tijd gewoon, sinds dat ik uit vakantie ben, ben ik al elke dag aan het schoonmaken. Elke dag stofzuigen. Twee keer in een week dweilen, in ieder geval. En dat moet wel af en toe gebeuren. Ja. Want dat vind ik wel belangrijk. Voor een reden. En de reden is gewoon privé nu. Dus, maar dat ga ik dan nu sowieso doen. Zelf afwas. En ja, dat allemaal. Ja. Ik heb heel even wat tegen jullie kwijt. En dat is... ik ga even voor tijdelijk stoppen met vloggen. Want ik vind het even belangrijk dat ik even goed voor mijn rijtheorie ga doen. Hier goed gewoon schoon gaan maken. En dat vind ik gewoon even tot nu toe even belangrijk. En dat is de reden dat ik even voor tijdelijk ga stoppen met vloggen. Wanneer ik terug ben, dat weet ik nog niet. Durf ik niet te zeggen. En waarom ik ook reden voor stop dat ik even, ik heb nu verlangen naast, denk ik, het is ook even lekker dat ik even time-out doe. Want ja, om theorie te doen en schoonmaken, dat gaat bij mij niet samen. En met dat met editen erbij, dat gaat gewoon niet samen. Want dat is de reden dat ik nu voor tijdelijk ga stoppen. Dus dan weten jullie dat ook. En ik weet misschien dat sommigen wel jammer vinden. Maar ik ga gewoon even voor tijdelijk gewoon stoppen. Want ja, dat is zo makkelijk voor mezelf. Dan kan ik gewoon alles doen wat ik wil doen. En maar met vloggen erbij gaat gewoon totaal niet. Ik moet even een momentje gewoon ook dingen wat echt belangrijker is voor mijn auto schoonmaken. Want die wil ik echt standaard goed bijhouden. Dat is ook de punt. En ja, dat is even momenteel nu even voor mijn gevoel even belangrijk. Dus weten jullie dat ook? En dit is dan wel een van de laatste vlog die ik nu ga maken. En ik hoop dat jullie begrip voor hebben. En ik denk dat ook wel sommige mensen ook wel leuk, lekker eindelijk blij is. Want dan zie ik ook wel eens reacties voorbij komen. Leuk eindelijk. Want ik heb al een paar reacties gezegd. Wanneer ga je stoppen? Want ik ben een ezel. Noem allemaal op. En dan denk ik van... Oké, misschien maak ik ook mensen nu blij. Nou, daar hebben jullie ook je zin. In ieder geval. En dat is alles wat ik kwijt wil. En voor mensen die het jammer vinden dat ik tijdelijk stop, excuses ervoor. En mensen die blij zijn, die juist dat ik wel stop, gefeliciteerd. Ja, dat is even wat ik kwijt wil. Voor tijdelijk. Nu even lekker raampje open. Lekker hier lekker luchten. En zelf ventilator aanstaan. Dus ja, dat is alles wat ik kan vertellen. Ik ga zo meteen naar met de groep. Ga ik even lekker eten. Ga ik zo meteen die kant op. Ik was er net een paar seconden al heen geweest, maar toen was hij nog dicht. Toch, oké. Maar ja, dan ga ik zo even klaarmaken. Maar ja, dan weten jullie dat ook hier nog wel. Nogmaals, lekkere deurtje, raampje open. En die deuren lekker open. Ik kan lekker luchten. Heb ik lekker gegeten met de, wat heb ik lekker gegeten met de groep? En lekker alles openstaan. En maar ik kwam vandaag ook weer bakken naar beneden. Dat is de laatste tijd al aan het gebeuren, bakken naar beneden. Het is nu een beetje donker aan het worden, maar daar is weer mooi licht. Ik kan het al de hele tijd weer over hebben. Mooi, gezellig, mooi licht. Maar ja, wat ik al zei, ik vind het ongelooflijk nog steeds raar om nu uiteindelijk te zeggen dat ik even voor tijdelijk ga stoppen. Maar ik vind het gewoon ongelooflijk belangrijk dat ik wel voor theorie ga, dan mijn huis schoonmaken. Dus dat vind ik gewoon even belangrijk. Dat wil ik nogmaals weer zeggen. Heerlijk gegeten. Alleen,
Ik heb vandaag ook geholpen met Rick's band. Ik weet niet hoe de band. Rick denkt dat hij lekker gestoken is. En ik denk dat hij een glas heb gereden. Maar ja, daar hebben we de discussie. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb even een ander gepakt. Maar wat is dat rot? Is om te doen een band te plakken. Mijn handen zat helemaal onder zwart. Van de band. Dat is helemaal zwart. Maar ik heb dacht ik help Rick even. Dus dat heb ik gedaan. En die heerlijk ligt slaap hier zo is. Ganga. Hé jongen. Die gaat altijd mee likken. En ik dacht gisteravond nacht. Ik ga lekker onder het dekbed zo slapen weer. Dus nu weer lekker temperatuurtje. Want de temperatuur is nu 25 graden binnen. Dat is nog in ieder geval aan te houden. Het is niet warm, niet koud. Dus ja, ik vind het zo lekker zo. Eigenlijk. Niet warm, niet koud. Precies middenin. Het is zo lekker om eigenlijk met de raam open lekker te relaxen. En lekker bijkomen van de dag. Ik ben lekker eigenlijk een filmpje te kijken van rijden in de recht. Ik vind het zo leuk om naar te kijken. Ik geniet ervan. En ja, ik wil nogmaals zeggen excuses. Ik kan wel blijven zeggen eigenlijk, te zwaar. Maar ja, dat heb ik geen nut. Maar, wat ik al zei. Ja, het is al later. En ik ga zo meteen lekker richting best. Ik ga lekker dit afkijken en ik zie wel wat ik ga doen. Wat ik ook net heb genomen is even lekker tossetje met kaas. En dan doe ik er meestal eigenlijk knoflooksaus erop. En dat is zo ongelooflijk lekker eigenlijk. Aanrader, probeer het dus. Is klaar een combinatie? Wel ongelooflijk lekker. Dus, ik weet niet. Nu heb ik dat gegeten hebben. Nu ga ik lekker verder kijken naar rijdende rechter. En ik ben nog steeds aan het kijken, maar wat ik ook nog zo lekker vind. En dat vind ik nu op het moment, door de olie heel warmte die is geweest. Vind ik nu ook lekker om lekker af en toe zit ik heel even, een paar seconden zit ik dan lekker op de Franse balkon, kan je beter noemen. Lekker te genieten zo om buiten te kijken, even af te koelen, want daar is veel kouder. Hier is al veel buiten, veel kouder dan binnen. Ga ik wel hier staan bijvoorbeeld. Voel ik gelijk weer dat ik gewoon ongelooflijk warm heb. Maar ja, wat ik eigenlijk ook wil zeggen is, ik ga gelijk hier volgens afsluiten. Ik hoop dat jullie allemaal deze vlog leuk hebben gevonden. En excuses ervoor dat dit de laatste vlog is op dit moment. En ja, nogmaals excuses. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen, ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd? Zou tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in een nieuwe vlog. Binnenkort ooit. En ik zeg veel kijkers. Ik zeg hierbij later. Lekker nu al afkoelen en wat ik ook heb gedaan, ik heb eigenlijk deze bakken naar beneden gekomen. Helemaal zeker nat geregend, maar wat ziet de lucht ongelooflijk zo mooi uit zo, als je kijkt.